Zoals ik hier straks schrijf, als het goed is. Als het goed is. Als het goed is. Hey, wat goed? Mijn naam is Dave Vecht en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe... Huh? ...video. Huh? Oké, dus allereerst, ik heb mijn studiolampen niet bij me, dus het kan een beetje slecht belicht zijn. Ik werk gewoon met de zon die hier niet schijnt. Dus ja. Oké, dus ik weet niet wie het zijn met iemand waar ik een video maakte van hoe kom je terug bij je ex? Ja. Wil je nou dat ik jouw probleem of iets ga behandelen? Laat dat achter in de reacties. En degene met de meeste likes ga ik dus de volgende video doen. Dus ja, dan weet ik waar jullie het meest geïnteresseerd in zijn. Dus ja, laat je probleem achter en zorg ervoor dat je de meeste likes krijgt. Dus ik wil deze video de 1000 likes halen, dat zou super zijn. Dus iedereen nu liken. Ben je nieuw? Druk op het abonneerknopje. En druk op het belletje, want dan ben je altijd up-to-date als ik een nieuwe video upload. En ja, wie wil dat nou niet? Gewoon even op drukken, is kleine moeite. Oké, dan gaan we nu beginnen met... Hoe krijg jij je ex terug? Oké, dus allereerst wat je kan doen als je je ex terug wil. Oké, ligt aan wat hij heeft gedaan of wat jij hebt gedaan. Het is best moeilijk. Het is best moeilijk om je ex terug te krijgen. Want, oké, stel, jij bent vreemd gegaan. Ik denk niet dat een jongen je dan echt snel terugneemt of terug wil. Maar stel, jij wilt je boy terug. Of je girl, weet ik veel. Maar jullie zijn allemaal meiden, dus oké, boy. Stel, je wilt je boy terug. Weet je wat je dan moet doen? Nee, jongens, Steven, vertel me dat nou even, jong. Alsjeblieft. Oh ja, wat je moet doen is, ga diegene zijn foto's liken, want ik denk als ze uit is, heb je elkaar ontvolgd. Je lijkt niet meer, je reageert niet meer onder elkaars foto's. Oké, dus, ja, ga diegene zijn foto's weer liken. Ga diegene gewoon weer reageren op onze foto's, ga weer een beetje contact met hem zoeken, dat helpt altijd. Want dan denkt hij van, oh mijn god, moet je kijken, mijn ex heeft weer contact met mij en Mr. Wilson weer wat met mij. En als hij denkt van, shit, mijn ex heeft contact met me meer. En hij blokkeert je, kijk, dan weet je dat hij niks in je zoekt, maar stel hij gaat het weer terug doen bij jou. Oké, stel het is uitgegaan om een reden, ik weet niet wat de reden is, maar stel het is de reden. Zeg gewoon tegen degene van ja, ik voel nog wat voor je. Dus ga hem gewoon appen, zeg van... ik voel nog wel wat voor je. En dan zegt hij van, wow, ik niet van jou, haal van je. En hij zo, maar het is uit. Ja, maar, sorry, zoen me. En dan zegt hij, oké. Ja, ik vind deze video echt lastig, want ik weet niet echt hoe je terug kan komen bij je ex. Gewoon hem alleen maar complimentjes geven en alleen maar denken dat hij de enigste is op de wereld. Ja, yeah. Dat is wel goed hoor. Oké, dus de volgende is, laat niet weer dezelfde fouten zien. Want stel het is uitgegaan om je gedrag, zodat je bijna geen moeite deed en dingen. Laat het juist niet meer zien. En spreek veel met hem af en doe veel voor hem. En zorg ervoor dat hij zich speciaal voelt, want hoe specialer zich hij voelt, hoe meer hij... Zorg ervoor dat hij zich leuk bij en leuk bij jou vindt. Wees grappig. Wees grappig zijn. Grappig zijn helpt altijd. Wees grappig. Grappig echt. Een grappig meisje is een prijsje. Joh, dat is mijn laatste tip. Zorg gewoon niet dat hij je ex wordt. Dan hoef je ook niet deze video te bekijken. Oké, dus ja, hoe meer jullie achterlaten en hoe meer jullie liken... Hoe meer video's ik ook kan maken. Dus ja. Bam again. Oké, ik hoop dat dit heeft geholpen. Druk op het belletje, druk op de like. Kunnen de 1000 likes halen. Volg me op Instagram. Dat is gewoon Steven Vecht. Ik heb mijn naam veranderd. Het is niet Steven.vecht. Helaas heb ik hem al. Vin. Zo. Gewoon Steven Vechten. Dus ga me volgen. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer bij een nieuwe video. Bye. I'm really hoping that you would pick up because I miss you a lot.